Goedemiddag allemaal, broers en zusters in de Heere. En ook degene die kijken, internet of Christ Channel of YouTube. Ik wou het eigenlijk zometeen hebben over Hooglied. Ik vind het gewoon een ontzettend mooi boek. Want daarin kun je alles terugvinden wat gaat over de kerk van Jezus Christus, de bruid. En Christus de bruid. Kijk, ik heb wel de vrijmoedigheid genomen om toch gewoon er even als een bruid uit te zien. Ik denk van, dat vind ik een hele mooie gelegenheid om dat toch als beeld. Wij mogen ons echt ook als een bruid voorbereiden. Dat wij dadelijk Jezus, onze bruidegom, zullen ontmoeten. En voordat ik ga spreken, wil ik toch nog even een gebed. Heren, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. En ik wil u uitnodigen, Heilige Geest, of u aanwezig wilt zijn, ook in het spreken, Heer, dat het niet mijn woorden zijn, maar uw woorden. Want Heere, u bent ook de uitlegger van uw woord zelf. Uw woord is op zich een dode letter, maar door de geest maakt u het levend. Wilt u ons verstand openen en ons hart openen om uw woord te leren begrijpen. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik wou een klein stukje uit Hooglied doen. Hooglied 5, hoofdstuk 5. En heel vaak, er zijn misschien wel heel veel mensen die lezen het niet, of die vinden het een heel moeilijk boek, of die begrijpen heel veel dingen er niet van. En misschien dat ik het daarom ook juist, ik wil toch in het diepe gaan om het juist wel hierover te hebben. En ik loop een beetje gewoon de teksten langs en met ik probeer er ook de uitleg bij te geven en we zien hoe het gaat. Ik begin bij hoofdstuk 5 en dan vers 2. Ik sliep. Gaat over de bruid. Maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste, die klopte, was: doe mij open. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mij volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ja, wat je hieruit kunt halen is dat de bruid die had eigenlijk genoten van de genade van Jezus Christus, van wat hij geeft. Aan woorden en zijn goedheid en de gaves die hij geeft. Maar op een gegeven moment is zij eigenlijk verslapt geraakt. Dat ze het allemaal niet meer zo nauw nam. Niet meer traag werd. En slap in ijver en goede werken. En in een soort valse gerustheid. En in een soort zorgeloosheid vervallen. Ja, dat is een hele gevaarlijke toestand als je daarin raakt. Want Jezus, die zegt dus ook in dat boek Openbaringen, waar hij over waarschuwt, dan spreekt hij dus ook één gemeente aan van: word wakker en zorg dat je weer je bekeert. Want anders spuw ik je uit. Mensen die dachten ook van: het is wel goed zo en ik ben er wel. Maar daar kom je niet mee weg bij God.
Ja, en de bruidegom die wil eigenlijk niet hebben. Ja, dat zij dus helemaal zorgeloos raakt. Dus daarom klopt hij aan de deur van haar hart. Doe mij open. Zodat je weer je zonde, breng je zonde bij mij. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Daar spreekt de Heer ook over dat hij een uitnemende genegenheid heeft voor zijn bruid. Met liefde vervuld is voor haar. Dat hij haar zeer bemint. Ondanks haar zwakheden. Ondanks haar zondige vlees. Dat zij nog in zondige vlees leeft. Ondanks haar onvolmaaktheden. Ziet hij haar toch als uitnemend. En dan zegt hij, want mijn hoofd is vervuld met dauw. Mijn haarlokken met nachtdruppen. Ja, dat wil eigenlijk zeggen dat Jezus... de dauw, dat is eigenlijk niet zo aangenaam, hè. Als je bijvoorbeeld buiten bent en het regent en je wordt helemaal nat. Dat is heel vervelend. En daarmee kun je ook vertalen dat... Dat het Jezus heel wat gekost heeft om zijn bruid te werven. Hij heeft heel veel moeten lijden om zijn bruid te verlossen. Het heeft hem heel wat gekost. Maar ja, dan krijg je de reactie van de bruid die dan zegt... in vers 3, ik heb mijn rok uitgetogen... Hoe zal ik hem weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Eigenlijk zijn dat gewoon twee argumenten die helemaal nergens op slaan. Dat rok uitgetogen, daar kan je ook uit opmaken dat zij gewoon op het rustbed... is gekomen van werelds gemak. En ja, Christus die blijft kloppen aan de deur. Met zijn woord, met zijn geest. Hij kan je ook een kastijding geven in je leven. Of een kruis te dragen geven. En dat laat God soms ook toe om jou weer terug te brengen bij hem. God houdt niet van valse gerustheid. Je moet blijven werken aan je bekeringen met vrezen en beven. Dat staat ergens ook in Gods woord. En Jezus vraagt ook, open je hart voor mij. Sta op uit de slaap der zonde. Laat mij komen wonen in je hart. Ja, maar de bruid die heeft er gewoon even geen zin in. Of gaat even niet helemaal goed. En dan in vers 4. Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur. En mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ja, de Heere... stond klaar om, hij wou de bruid alles geven wat ze nodig heeft. Maar als ze dan niet wil, ja, hij vertrekt. Maar ondanks dat, kijk, de Heer kan toch blijven werken aan iemands hart, hè? Amen. Kijk, ook al kan je misschien wel eens op een laag pitje staan met je geloof of dat je niet naar de kerk gaat, dan heb je vaak toch in je hart, en dat is het werk van de Heilige Geest, dat je toch eigenlijk diep van binnen voelt dat het niet klopt. En daarom zegt die bruid ook van,
En mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Dus ja, eigenlijk voelde ze toch wel aan dat het niet goed was wat ze deed. En kreeg ze daar berouw van. Want de Heilige Geest die had aan haar hart blijven werken. Dat ze toch de liefde en het verlangen had naar de Heer. Ik stond op, vers 5, om mijn liefste open te doen. En mijn handen drupten van mirre. En mijn vingers van vloeiende mirre. Op de handvaatsels van het slot. Ja, hier kan je ook uithalen dat zij toch ongerust was geworden en bedroefd was. En dat ze toch dacht, ja, ik moet de deur toch open doen. En ook dat ze toegaf dat ze eigenlijk best wel heel onbeleefd was door de bruidegom voor de deur te laten staan. En mijn handen drupten van mirre. Ja, dat is dus... De mirre kan je ook vergelijken met het werk van de Heilige Geest. Die werkt in je hart. De specerijen van de overgave aan God. Weten dat je zondig bent. Weten dat je alles van Hem nodig hebt. En mijn vingers van vloeiende mirre. Kijk, dat is olie. En dat kwam op die handvaatsels. Kijk, want de deur was op slot. En ging niet open. Maar doordat toch haar handen met olie was, ging de deur open. Dus ze wou eigenlijk toch de bruidegom wel binnenlaten. Ik deed mijn liefste open. Maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ja, zij was opgestaan. Maar zodat hij kon komen. Maar ja, toen was hij er niet meer. En dat kan, ja, dat het ook kan zijn dat haar, dat ze toen zijn tegenwoordigheid miste. Mijn ziel ging uit. Te weten vanwege de grote liefde en het hartelijk verlangen dat zij naar hem had. Vanwege zijn spreken. Omdat hij zo met troostrijke woorden gesproken had tot haar. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ja, dat zou je ook ermee kunnen vertalen. Dat sommige kinderen van God er ook over klagen. Dat het wel lijkt dat God er niet meer is. Dat hij zich, dat je hem, zijn stem niet meer hoort. Je bidt tot hem, maar je krijgt geen antwoord. En dag en nacht roepen ze tot hem, maar hij antwoordt niet. Dat is soms dat je van die zwaarigheden heel erg last
kan hebben. En dan ook het volgende vers van de wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Ja, God kan het soms ook toelaten dat de kerk vervolgd wordt door tirannen en boze regenten, valse leraars. En dat de kerk vervolgd en benauwd wordt. Maar dat doet de Heer dan eigenlijk om zijn kerk te tuchtigen. En om haar, ook vanwege haar traagheid en onachtzaamheid. En dat de Heer dat ook toelaat. Dat zij dus meer wakker gaat worden en ijveriger zou gaan worden. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. Ja, dat hoeft nog niet eens echt slaan te zijn. Maar wat kunnen woorden doen? Woorden zijn soms als mes steken in het hart van iemand. Met woorden kan je iemand keihard slaan. Woorden kunnen heel gemeen zijn. Woorden kunnen heel... Ja, dat kan echt door merg en been gaan. Daar kan je echt door verwond raken. Geestelijk en emotioneel. En ze namen mij de sluier af. Ja, je kan het ook zien van... Een sluier die een vrouw draagt, heeft soms ook met onderdanigheid te maken. En het was dan was in die tijd dan ook zo. Het was een grote schande als de sluier afgenomen werd. Want dan werd je gezien als een oneerbare lichte vrouw. Wat je ook hieruit zou kunnen halen is dat... de ontrouwe herders en leraars, die zijn er altijd op uit om de kerk om zeep te helpen. En haar te beroven van de gaves die zij heeft. Dus de kerk heeft dus de vrijmoedige belijdenis van het geloof. Ja, en daar kan ze dan gewoon echt heel erg op aangevallen worden en gepakt worden. En dan zegt ze, ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen dat ik krank ben van liefde? Ja, eigenlijk wil ze daarmee ook zeggen dat... bid voor mij bij de bruidegom, zeg maar, van in wat voor staat ik nou verkeer. En dat ik zeer verlang naar zijn barmhartigheid en dat hij mijn wonden en mijn zonden wil genezen. En als het nog zo heel lang duurt, ik zou eronder bezwijken. Om nog langer zijn liefde te ontberen. Dus zij vraagt gewoon, zeg het hem. En dan vragen hun, wat is uw liefste meer dan een ander liefste? Ja, dat kunnen mensen zijn die Christus misschien nog niet kennen, of niet goed kennen, dat ze dat zo vragen. Maar er kan ook mee bedoeld worden, want er wordt ook in Gods woord gesproken over de vrienden van de bruidegom. Dat zijn eigenlijk de profeten en de leraars die zich verheugen in de stem van de bruidegom. Dat kun je ook terugvinden in Johannes 3, vers 29. En ze zeggen daar toch van, o, gij schoonste onder de vrouwen,
Dus ook al is de kerk heel geschonden door alles wat zij meegemaakt heeft aan ellende, toch wordt zij gezien als de schoonste onder de vrouwen. En dan gaat de bruid gaat ze een beschrijving geven over de bruidegom. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Blank, dat is een witte kleur en dat duidt op zuiverheid. En triomferende heerlijkheid. Daarom staat er ook dat engelen zijn verschenen in witte klederen. En ook Christus zelf. En de kleur rood wil zeggen het priesterambt van Christus. Dat hij ons gewassen heeft in zijn bloed. En hij draagt de banier boven 10.000. Zijn vaandel. Christus steekt boven iedereen uit, boven alle engelen, machten en krachten en creaturen en zijn goddelijke kracht en de banier van zijn heilig evangelie. Hij is versierd met de banier van 10.000. Christus heeft een ontelbaar leger. En hij is gewoon uitmuntend, stijgt boven iedereen uit. Als een hoofd, een prins en een vaandrager. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Ja, dat wil ook zeggen dat hij... Dat zijn koninkrijk zo schoon is, zo uitnemend schoon en voortreffelijk. Niets is daarbij te vergelijken, bij al het goud in de wereld. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. De haarlokken, dat staat ook voor jongheid en het zwarte en het krullende is ook van de sterke natuur. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen met melk gewassen, staande als in de kastjes van de ringen. De bruidegom heeft duivenogen, dat zijn zuivere en klare, schone ogen. Verder staat er nog in Gods woord beschreven dat hij ogen heeft als vlammen des vuurs. En ja, Jezus doorziet alle wegen van de mensen en hij brengt ook de geheimen aan het in het licht. Dus God ziet gewoon, zijn ogen scherp. En zijn ogen zijn wit gewas. Ja, hij heeft gewoon heldere witte ogen. En dat er beschreven staat, ook van fraai. Ze staan gelijk als een edele steen in een schone ring. Zo zijn de ogen van de bruidegom. Zijn wangen zijn als een bed van specerijen. Als welriekende torentjes. Zijn wangen kan je ook vergelijken met een hofbed van bloemen en bladen die een zoete reuk afgeven. En
dat is gewoon heel aangenaam voor degene die hem met een waar geloof aangenomen hebben. Hij is gewoon liefelijk, aangenaam in genade. Die welriekende torentjes, ja, dat wil eigenlijk zeggen een opeenstapeling. Zoals je dozen opstapelt, heeft gewoon, ja, veel. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Handen staat voor de grote werken van de Heere. Wat hij gedaan doet. Zijn buik is als een blinkende elpenbeen. De buik, dat is ook de plaats van het gevoel, hè? Niet alleen je hart. Dus de buik, ja, dat wil ook zeggen. Ja, de buik, daar staat ook van beschreven, is versierd met saffieren. Saffieren zijn wit, klaarblinkend als het diamant. Ze kunnen ook blauw zijn, waarmee de zuiverheid van de bruidegom wordt aangewezen. Maar de buik is ook het gevoel, de meedogenheid die hij heeft naar de mensen toe. Zijn liefde en zijn bewogenheid. En dat blinkende elpenbeen, ja, je hebt het ivoor van de olifanten. Dat is dat hele sterke, glanzende. Dus ja, dat is. Zijn benen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. De sterkte en de macht van Christus. Of de gestadige hulp die hij zijn kerk bewijst, worden vergeleken bij marmeren pilaren. En die sierlijk en vast staan. Gegrond op zuiver of dicht massief. Goud betekende dat de beloften en werken van de Heere zuiver zijn. Vast, bestendig. Ja, ook tegen de poorten der hel. Zijn gestalte is als de Libanon. Uitverkoren als de cederen. Dat is heerlijk, sterk en liefelijk. Gelijk de schone en grote en hoge bomen. Van welke veel staan op de berg van de Libanon. Hij is gewoon schoon en aanzienlijk als de ceders. Ten slotte dan zegt de bruid dus hierover. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat zijn zijn woorden, zijn spraak, zijn redenen, zijn leringen, zijn vertroostingen en zijn beloften. Dat is gans begeerlijk aan hem. Zijn gehemelte van zoetigheid. En dat alles wat aan hem is, is gans liefelijk. Dat men hem begeren mag, van hem mag genieten. Dusdanig is Christus zijn gemeente. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Dus dit is de beschrijving die de bruid heeft gegeven. Ik wou het hierbij laten.